Vanaf volgende week nieuwe dienstregeling Arriva. D66 gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Katwijk. En bij ons in de studio is Ralf Boland te gast. Natuurlijk aandacht voor de decemberstorm. En welkom, dit is RTV Magazine. Eind volgend jaar moeten de Prinsenstraat en de Voorstraat in het winkelcentrum van Katwijk autovrij zijn. Dat zijn de plannen van wethouder Binnendijk. Door de komst van de parkeergarage in Duin is het mogelijk om de parkeerplaatsen in de straten te verwijderen. Het parkeergarage is een belangrijk punt wat te maken heeft met de kustverdediging. Ze gaan daar binnenkort aan beginnen aan de parkeergarage en wij hopen en denken dat dat oktober, november in 2014 klaar is. En dat betekent dat op ongeveer hetzelfde moment dat dan ook grote delen van het winkelcentrum in Katwijk aan Zee, denk aan de Prinsenstraat, denk ook aan een groot gedeelte van de Voorstraat, dat die dan vanaf dat moment ook autovrij zijn. En dat heeft grote gevolgen ook voor het winkelcentrum. Positieve gevolgen, denken wij. Voertuigen voor winkels, voor de bevoorrading, krijgen wel de mogelijkheid om door het centrum te rijden. Nou, de bezorging van goederen die moet natuurlijk gegarandeerd zijn. Dus er zullen inderdaad wel aan- en afvoer zijn van grote materialen en goederen die verkocht worden in de winkel. Maar het is niet meer de bedoeling dat private auto's dat die door de Prinsenstraat en de Voorstraat straks gaan rijden. De winkeliers zullen daar in eerste instantie even aan moeten wennen. Ik denk wel dat ze over het algemeen daar zeer positief over zijn. Omdat winkelcentra hebben het moeilijk in Nederland. Maar winkelcentra waar vrijelijk over straat gelopen kan worden en die weer gezellig zijn ingericht. En we krijgen daar straks meer kansen voor. Die doen het nog goed en nou, dat is ook in het belang van de winkeliers. Ook fietsers zullen geweerd worden in het plan van de wethouder. Het fietsen zelf, dat zal natuurlijk wel geweerd worden op de punten waar ik het over heb. Maar het is natuurlijk wel de praktijk dat heel veel mensen met de fiets ook komen naar het winkelcentrum. Dus we zullen wel goed moeten kijken hoe we het fietsparkeren goed kunnen faciliteren in het centrum. De vorige week overleden Nelson Mandela heeft een aantal malen ons land bezocht. In zijn functie als president van Zuid-Afrika bracht hij op 11 en 12 maart 1999 een bezoek aan ons land. Bij zijn aankomst op vliegkamp Valkenburg werd hij verwelkomd door koningin Beatrix en prins Klaus. Hierna werd de erewacht geïnspecteerd en vertrok men richting Amsterdam voor een kranslegging op de Dam. Mandela overleed vorige week donderdag op 95-jarige leeftijd. Tal van wereldleiders, waaronder ook koning Willem-Alexander, reizen deze week af naar Zuid-Afrika om hem de laatste eer te bewijzen. Mandela wordt aanstaande zondag begraven. Ondanks de zware storm van vorige week is het werk rondom de kustversterking in Katwijk niet achtergeraakt op schema. Inmiddels ligt er al circa 500.000 kubieke meter zand. De werkzaamheden die voor deze week gepland staan zijn het weghalen van het duin ter hoogte van het zeepaviljoen, het afzetten van de locatie van de dijk in Duin, de eerste schotten voor de betonnen damwand worden aangevoerd en geplaatst en de aanvoer van betonzuilen. Dit zijn grote stenen voor de dijk op industrieterrein Het Heem. De storm raasde over heel Nederland. Zo waren er overstromingen en kwam het treinverkeer stil te liggen. In Katwijk was de storm vergeleken met de rest van het land matig. Er was wat meer noordwestenwind. Dat betekent dat dat is een windrichting die niet zo vaak voorkomt. Dus dan heb je ander soort schade. Want als ik het zo mag zeggen, de gebouwen zijn gewend aan zuidwestenwind en dan gaat dat allemaal wat soepeler. Nu hadden we meer schadegevallen en ook andere schade dan de vorige storm. Wat voor een schadegevallen heeft u binnengekregen? Nou, in tegenstelling tot de vorige storm, waar er heel veel bomen omgevallen waren, waren het nu meer echt geveldelen, beschadigingen aan daken, dat soort dingen. En voor ons was het wel opvallend dat er dit keer ook nogal wat zonnecollectoren bij zaten. Met name de zonnecollectoren die op platte daken lagen. Het lijkt er toch wel op dat die niet goed vastzitten en die hebben veel last gehad van de storm. Ja, daarnaast hebben we sowieso nog een andere grote schade gehad. Dat was op de zeeweg in Katwijk. Daar is een stuk gevel ingestort van een gebouw. En die was voor ons ook wel wat groter, zeg maar. Het bijzondere was eigenlijk dat er al vrij vroeg in de ochtend een flink stuk van de gevel is ingestort, een stuk van het dak.
En gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd, maar heeft waarschijnlijk de beelden ook al eerder gezien, behoorlijk wat schade daar. Ja, later in de uitzending meer over de gevallen gevel aan de zeeweg. Al vanaf het moment dat Arriva het busvervoer is gaan regelen in deze regio, regenen het klachten over de dienstregeling in Rijnsburg. En niet alleen inwoners, maar ook de gemeenteraad maakte zich druk over deze onwenselijke situatie. Maar binnenkort gaat er iets aan veranderen en zullen er meer bussen rijden door Rijnsburg. Wethouder Thijs Udo, die al meerdere keren was gesommeerd om de vervoerder aan te spreken op de problemen, is nu blij met de aanpassingen. Tot nog toe reed lijn 37 slechts één keer per uur door Rijnsburg. Vanaf 15 december is dat van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's middags zowel op het traject Katwijk-Leiden als de andere kant op, tweemaal per uur dus. Toch is dit nog altijd een stuk minder dan tijdens de oude situatie. Maar met name scholieren zullen hun voordeel doen met deze wijziging. Ja, we hebben meerdere malen, van de zomer natuurlijk direct met de directie gesproken. We hebben zelfs hele brieven gestuurd en we hebben natuurlijk overgedragen wat de gemeenteraad hier van vond. Dus we hebben er eigenlijk alles aan gedaan in de lobbysfeer om deze verbetering te krijgen. Dus dat is nou eenmaal zoals het hoort. De dienstregeling die wordt gedurende de dag 2 keer per uur. In ieder geval dus niet het hele late en het vroege uur, maar wel gedurende de dag 2 keer per uur in plaats van 1 keer per uur. We kunnen hier echt wat dat betreft in ieder geval voorlopig tevreden mee zijn. Op 19 maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Naast de politieke partijen die nu in de gemeenteraad zitten, zal ook een nieuwe partij voor Katwijk aan deze verkiezingen mee gaan doen. En dat is D66. Landelijk doet D66 met 12 zetels mee in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer hebben ze 5 zetels. Over deze partij en over de deelname aan de verkiezingen in Katwijk praat Carolien van Egmond met lijsttrekker Ralf Boland. Meneer Boland, welkom. Ja, D66 kennen we natuurlijk als landelijke politieke partij, opgericht in 66, ligt voor de hand. Sinds wanneer is D66 opgericht in Katwijk? We zijn begin dit jaar bij elkaar gekomen met mensen die D66 weer terug wilden brengen in Katwijk. Toen is daar dus voor het eerst echt concreet over gepraat. Toen is het vrij snel besluit genomen dat we mee wilden gaan doen. Dat betekent wel dat je een korte periode hebt naar de verkiezingen toe. En eigenlijk het begin van het jaar dus. Was dat besluit ook onderhevig aan de uitslag van de verkiezingen in 2012 van de Tweede Kamer? Want toen hadden 1360 mensen gestemd op D66. Was dat mede een aanleiding? We hebben natuurlijk wel gekeken naar de D66-kiezer binnen de gemeente. En het bleek inderdaad dat er wel degelijk potentie is voor D66 in de gemeente. Maar het komt ook gewoon vanuit de wens van mij en van mijn mede-fractiegenoten en de lokale leden dat we D66 graag lokaal terug wilden hebben. U zegt de D66-kiezer. Hoe ziet hij eruit? Dat is een goede vraag. Wat mij betreft iedereen die zich met ons verbonden voelt. Wij vinden het heel belangrijk dat we vertrouwen in de kracht van de eigen mensen. Dus dat we mensen ook zelf de verantwoordelijkheid geven over verschillende dingen. En dat ze ook zelf heel goed dingen kunnen regelen. Dus eigenlijk iedereen die het idee heeft dat hij zelf ook wat bij kan dragen aan de gemeenschap, die is van harte welkom om mee te doen. Het verkiezingsprogramma is klaar, maar is rouleert intern. Het komt straks pas naar buiten. Wat zijn jullie speerpunten? Nou, wat wij dus heel belangrijk vinden is de kracht van de eigen mens. En die zullen we ook nodig gaan hebben met de decentralisaties die eraan zitten te komen in de zorg. Wat wij daarnaast heel belangrijk vinden is duurzaamheid. Katwijk kan best nog wel wat vooruitgang maken op het gebied van duurzaamheid. En wij vinden het belangrijk dat de gemeente daar een goede voorbeeld in geeft. En ook helpt om dat te verwezenlijken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan laadpalen voor elektrische auto's bij parkeergelegenheden. Zodat ook mensen van wat verder af Katwijk als bestemming kunnen hebben en hun auto kunnen opladen. Ja, nou, straks moeten mensen weer naar de stembus. Maar als ik u nu vraag, waar verschilt u nou duidelijk in ten opzichte van de andere partijen? Waar moet ik u zoeken? Links, in het midden, rechts? Ik denk dat het vooral... lees ons programma, kijk of je met ons kunt identificeren. De verduurzaamheid vinden we erg belangrijk. We vinden het onderwijs erg belangrijk. We vinden, maar waar verschilt u dan echt mee met de andere partij? Dat u zegt, daar spring ik nou echt uit. Nou, we zullen ons eigen verkiezingsprogramma ook zeker nog eens naast de andere verkiezingsprogramma's gaan leggen. Uiteindelijk moeten we het natuurlijk wel met z'n allen doen. En het is ook belangrijk dat
Dat je samenwerking vindt om uiteindelijk met z'n allen een plan te dragen. En dat gaat niet alleen politiek, maar dat geldt ook voor de inwoners zelf. Een plan moet niet alleen politiek gedragen worden, het moet ook door de inwoners gedragen worden. En wij willen dus ook meer communicatie vanuit de gemeente met inwoners. Ja. Waar we precies zitten, links, rechts, in het midden. We zijn sociaal-liberaal. We vinden dat in principe mensen zelf heel veel kunnen. En dat je ze ook de kans moet geven om het zelf te laten doen. En niet direct moet ingrijpen, maar pas moet ingrijpen als je denkt, oké, dit werkt niet als we niet ingrijpen. Ik kijk even naar de kieslijst. Nou ken ik heel veel mensen. Maar ik kende er niemand van uw lijst. Zijn het Katwijkers? Ja, natuurlijk, ze zijn ingezetenen van Katwijk. Anders mag je niet meedoen. Maar zijn het geboren Katwijkers? Ik zelf ben een geboren Katwijker. Ja? Misschien niet bekend in Katwijk, maar ik ben toch echt in Katwijk geboren. Ja? Mijn ouders komen echter niet uit Katwijk. En voor veel van de mensen op de lijst geldt dat ze soms al langere tijd, soms een aantal jaar in de gemeente wonen. Bijvoorbeeld ook in Rijnsburg of Valkenburg. Maar wel al langer in Katwijk wonen en zich nu actief ook willen gaan inzetten voor D66 en voor de gemeente. Ja. Dat is een half jaar, dan moeten ze zich heel snel inlezen in al die moeilijke punten die momenteel spelen. Is dat een grote opgave voor jullie? Dat is absoluut een grote opgave. Er is natuurlijk altijd interesse geweest in, goh, wat gebeurt er nu eigenlijk in de gemeente? Maar er komt heel veel tegelijk op je af. Gelukkig is het voordeel wel dat we ook vanuit de regio en vanuit landelijk heel erg gesteund worden. Er zijn opleidingstrajecten om ons klaar te maken voor het raadswerk. En die ondersteuning is heel fijn. Je komt niet onbeslagen ten ijs. Nee. Ook al is het nieuw voor sommige mensen. Ja. Het verkiezingsprogramma is nog niet helemaal of niet bekend. Toch wil ik u wat voorleggen en dan hoeft u alleen maar ja of nee op te antwoorden. Ik maak het u makkelijk, hè, vanavond. Een cultuurhuis op het Andreasplein. Wat zegt D66 daarover? Die vraag die zat er natuurlijk aan te komen. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we een podium houden in Katwijk. En met de plannen die natuurlijk nu voor het Tripodia zijn, is het waarschijnlijk en moet er een andere locatie gezocht worden. Of het Andreasplein de beste oplossing is, durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar moeten we ook intern nog een keuze in maken. Wat ik wel belangrijk vind, is dat dus ook hier weer draagvlak gezocht wordt bij de inwoners van Katwijk. En dat er dus goed gepraat wordt, al in een vroege fase van een plan. Van wat vinden jullie hiervan? Hebben mensen misschien zelf wel goede ideeën? En hoe kunnen we dat gebruiken in de plannen van de gemeente? En op die manier creëer je een plan wat niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk draagvlak heeft. Ja. Een zeejachthaven, ja of nee? U bent al een echte politicus, hè? Want er komt een zeejachthaven. De gemeente heeft op dit moment, de raad heeft besloten om zich niet actief bezig te houden met een zeejachthaven. D66 staat daarachter. We denken dat het in deze economische tijden niet verstandig is voor de gemeente om in hele grote projecten geld te gaan steken. Maar je moet absoluut open blijven staan voor mogelijkheden en voor gesprekspartners. Ja. Nou, dat doet de gemeente nu al, dat vinden we goed. Okay. De laatste. De Westerbaan, een hekelpunt, hè, voor bijna alle partijen. Aansluiten op de Meeuwenlaan of niet? Er moet sowieso een permanente aansluiting komen. Het moet intern nog besproken worden, maar de aansluiting op de Meeuwenlaan lijkt mij wel de beste aansluiting. Mij of uw partij? Nogmaals, het moet intern nog besproken worden. Okay. Ik denk alleen, er moet sowieso een permanente aansluiting komen en die moet goed zijn. Ik denk dat de aansluiting via het Bosplein, dat een lastige aansluiting wordt om daar permanent verkeer, ook met de toenemende verwachte verkeersdrukte, om die op die manier aan te sluiten. Maar als er een plan komt wat zegt, we gaan het zo doen en dat gaat helemaal goed, en dan kan die doorstroming gewaarborgd blijven. De veiligheid, want er zit er natuurlijk ook een basisschool, er zit een winkelcentrum. Ja. Als dat allemaal gewaarborgd is, dan kunnen wij daar best mee instemmen. Ja. Dus het gaat om de plannen. Als de plannen goed zijn en iedereen is het daarover eens, dan zijn wij absoluut bereid om daar aan mee te werken. 19 maart verkiezingen, wat verwacht u? Waar hoopt u op? Ja, natuurlijk op een paar zetels. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk zetels. Ik denk dat het ook absoluut realistisch is dat we er een paar gaan halen. We zijn natuurlijk een nieuwe partij. Dat betekent dat we... Welke leeftijdsgroep mikt u op? Nou ja, nogmaals, eigenlijk iedereen die zich verbonden voelt of die zich achter onze standpunten kan halen. Denkt u dat de jeugd meer naar D66 zou gaan als bijvoorbeeld naar het CDA? Of gemeentebelangen?
Het zou kunnen. Ik weet dat, dat er mensen, mensen die misschien duurzaamheid heel belangrijk vinden, dat die naar ons zullen gaan. En dat mensen die andere punten weer belangrijk vinden, misschien toch bij hun partij blijven. Ik denk zeker jongere gezinnen, dat die bij ons goed terecht zouden kunnen. Maar ook ondernemers, absoluut. We vinden de ondernemer heel belangrijk, zeker in deze economische tijden. En we doen ook ons best om de ondernemer in ons programma te steunen. En die zal zich ook zeker kunnen vinden in onze plannen. Stel, u haalt een paar zetels. Met wie zou, en u mag een wethouder leveren, laten we het nu eens heel mooi schetsen. Met wie zou u een coalitie willen vormen? Dat is een hele goede vraag. En dat is iets waar we zeker intern nog over gaan praten. Maar wat zegt u? Wat denkt u? Wat zou u willen? Ik denk dat we ons best kunnen vinden in een aantal punten van het CDA. Ik denk dat we ons ook best kunnen vinden in een aantal punten van de VVD. Maar ik wil absoluut niemand uitsluiten op dit moment. U wil met iedereen? Nou, ik wil dat het draagvlak groot is. Wilt u met iedereen? Of zijn er partijen die zegt, nou, liever niet? Nou, als de programma's overeenkomen en als we een coalitieakkoord kunnen bereiken, dan staat de deur open voor iedereen. We gaan u zeker nog de komende maanden volgen. En zeker op 19 maart zien we elkaar weer. Absoluut, dank u wel voor uw komst. Dank u wel voor de uitnodiging. Dankjewel Carolien, dankjewel meneer Boland. Eerder in deze uitzending had brandweercommandant Bastiaan de Leeuw het al over stormschade aan de zeeweg. De bovenkant van de gevel is bij twee huizen naar beneden gekomen en daarnaast is er ook een balkon gesneuveld. De spouwmuur is zichtbaar en op sommige plekken zijn er kleine gaten van buiten naar binnen ontstaan. Bouwvakkers maakten vrijdag met de houten platen een noodreparatie. Rond 1 uur 5 december met de bewuste storm ging mijn man weg. Ik deed de voordeur achter hem dicht omdat de winterpal opstond en later viel de voorgevel naar beneden. Ik wist dat mijn man daar liep, dus ik denk die ligt eronder. Maar hij ging echt net vrij. Hoe de gevel precies naar beneden kon vallen is nog onduidelijk. Wat de eerste bevindingen nu zijn is dat de spouwankers verrot zijn. Ja, en dat is iets, daar kunnen we zelf niks aan doen. Dat kan je ook aan de buitenkant niet zien. En ja, daar wordt nog verder onderzoek nagedaan. Er moeten nog diverse mensen komen om te kijken hoe of wat. Het is nog afwachten of de gevel vervangen of gerepareerd moet worden. En het is ook maar van, ja, moet je 1,5 meter gevel gaan vervangen of moet je de hele gevel gaan vervangen? Dat zijn allemaal dingen die toch meespelen. Ze gaan nu kijken tot hoeverre het van binnen niet goed zit, zeg maar. En de daken moeten sowieso ook vervangen worden, want daar zijn de pannen echt als zoete breukjes weggewaaid. Okay. Ja, het is geen verdieping die je gebruikt als slaapverdieping. Het is een vliering, dus er staan in principe alleen maar inboedel op, zeg maar. En er is ons wel geadviseerd dat de voorste slaapkamer niet gebruikt mag worden. Dus de kinderen liggen gewoon achter te slapen. Ja, de angst zal voorlopig blijven. En bij elke harde klap denk je wat gebeurt. De vrijdagavond trapte de jeugd richting het dorp voor de lol de hek om. Ja, dan schrik je je rot. Ja, en die angst zal moeten slijten. Tot zover RTV Magazine. Aanstaande zaterdag zijn we weer op de radio van 10 tot 12. Op tv zijn we er weer op maandag vanaf 8:30. Een hele fijne week en graag tot de volgende RTV Magazine. Dag!